terug op starten. Goed zo. Zijn je terug voor deel 2? Dus we gaan nog een korte samenvatting doen over hetgeen dat we gesproken hebben. En hetgeen die er nog moet aankomen. En tot we allemaal de vragen stellen, dan gaan we ze met plezier antwoorden. Dus ik hoop dat iedereen een beetje wijzer geworden is in verband met... Wijzer worden in plaats van Social Security. Waarom dat we ons moesten registreren. En hoe groot dan de slaafjes zijn in België. Dat is hier wel leuk, hè? Oh, mijn keel zeg. Wat zijn ze ver op waterbasis? Hoe dan met mijn keel ontzettend? Dus een beetje reclame maken, ondertussen ook in de feestzalen hierachter. En daarnaast zijn we volop bezig. Die zouden normaal tegen volgende week moeten klaar zijn. En we gaan een feestje geven ook. Voor de opening van de feestzalen. Want het feestzaal is te kort in Brugge, not in. Voor koffietafels en al zo'n dingetjes. Allemaal welkom in de Kingsclub dan. Goed zo. Computer zal het opstarten. De laatste slide. We zitten op de laatste slide. En dan gaan we alle vragen beantwoorden. Goed. Voor alle mensen die thuis terug, welkom. Ik hoop dat ze allemaal kunnen meevolgen. Goed zo, dus we gaan spreken over, ja, we gaan het dan wel. Morele plicht van het volk is de laatste slide en laatste... Oh my, mijn ass is... Is het ver met die oude, hè? Dus, ja, maar nog niet te veel geslapen ook. Dus, oh, spannend. Dus we gaan verder doen met het laatste stukje van... Ja, is het goed? Ja. En kom terug het woord geven aan Daniel. En toch gaan we op alle vragen beantwoorden. En gaan we nog een paar dingen zeggen. En we zitten wel. Tot straks. Dank je wel, Hans. Sorry voor de vertraging van mijn pc. Is even vermoeid als ik zelf. Maar het komt wel goed. Dus het laatste rubriek is dan eigenlijk zeg maar het morele plek van het volk. Want we leven namelijk in een mentale gevangenschap. En ze zeggen, als je wilt uit de gevangenis komen, moet je eerst beseffen dat je in een gevangenis leeft. En, ja. Goed, dus onze eerste morele plicht zou eigenlijk namelijk zijn ons verenigen. Een oprechte vereniging. Niet belangstellende vereniging. En niet eigenlijk met de intentie dat enkel werkt voor jou. Omdat jij... iets nodig hebt, ga je ergens aansluiten, heb je dat wat je nodig hebt, verwaarloos je het. En nee, zo gaan wij er niet komen. Dus wij moeten eigenlijk ons rechten op grondwet artikel 33. En dat zegt simpelweg, de macht gaat uit vanuit de natie. En wie is de natie? Deel van de natie zit hier. En wij moeten ons simpelweg gewoon organiseren, collectief, en ons reoriënteren. Want we zijn de weg kwijt. En de tweede zou dan eigenlijk zijn statuutwijziging. Daar zal ik niet al te diep voor op ingaan. Dat zal eigenlijk voor een andere uiteenzetting zijn eigenlijk. En ik zou ook graag dan eventueel het woord geven aan iemand anders. Die daar veel verder daarin heeft verdiept. En in theorie weet ik daar heel veel van, maar in de praktijk... heb ik nu pas de eerste stap gezet, omdat ik mij volledig heb gefocust om de weg te weten, te navigeren binnen het maritieme zee van de rechtbanken, zeg maar. En, maar nu ben ik wel daar ook mee bezig. Dus dat is de tweede wat we moeten doen. En dat is simpelweg eigenlijk onze administratie in orde doen. En om dat kortweg samen te vatten, is van de overheid heeft ook bepaalde documenten voor ons gemaakt. Dat gaat terug, zeg maar dan, naar de tijden van het congres in Amerika en de, ik denk, na 1800 en zo, noem maar op, om er maar vanaf te zijn, dat wij kunnen gebruiken die ons eigenlijk dat kan afscheiden van datgene dat zij hebben gecreëerd, dat we niet meer langer onder de debiteurskant vallen, maar dat wel herkenning krijgen als mens onder de hoogste jurisdictie en ook... met de juiste behandeling. En je verliest daar eigenlijk niks, je behoudt alles. Want zolang dat je een sociaal zekerheidsnummer hebt
en je verwerkt dat niet, dan kan je dat nog altijd gebruiken naar jouw voordeel en een fiduciaire relatie dan tussen u en uw vertrouwenspersoon, de overheid dan, zeg maar. En de derde zou ook zijn, zeg maar, is dan onze kinderen niet onderwijzen, maar educeren. Want onze kinderen zijn natuurlijk onze toekomst. En als we zien hoe dat zij eigenlijk worden opgeleid en getraind op school, dat ze al bloot worden gesteld aan pornografische materiaal vanaf 3 jaar, 4 jaar, zeg maar. Dat is satanisch. En dat is niet de wereld waarin ik mijn kinderen wel zie grootbrengen. Dus wij moeten eigenlijk terug het initiatief nemen eigenlijk om terug onze ondernemende eigenschappen, die in onze DNA gekerfd staat, maar ergens heel ver weggestopt is geraakt, terug naar boven zien te krijgen. En dat is simpelweg door ons over onze angsten te leren zetten. Want onze angst voedt de tiran dat wij ervan af willen. En is er hier iemand die een overheidsbrief thuis krijgt en die daar een positieve energie aan overhoudt? Dan moet je een keer... Ah, wel. Ja. Ja, nee, maar dan moet u gewoon een keer gaan afvragen van hoe komt dat bij het lezen van die brief al die negatieve energie jou zodanig overweldigt. Dat is toch niet op menswaardige manier opgesteld. Want als ik een brief naar Hans schrijf, gaat Hans niet in zijn broek doen, hè. Snap je? Dus als ik een brief schrijf naar gelijk wie, je gaat zeggen, wat voor idioot schrijft er hier mee? Snap je? Maar wij voeden de overheid door onze angsten. En zij gebruiken ons angsten om hunzelf nog te vergroten, like bloedzuigers. Ja? En je komt pas van een bloedzuiger af als hij genoeg heeft. Maar de probleem met onze overheid, ze hebben nooit genoeg. Ja. En de vierde aspect zou dan eigenlijk zijn, wij moeten ons terugrechten op de vrije markt en een afstand nemen van de gemonopoliseerde markt. En wij hebben allemaal het macht om te handelen. Want als wij hier beslissen, hier allemaal, dat wij onderling gaan beginnen handelen, enkel nog maar, ik zeg maar, met een stuk voorbeeld van een goud of plank of noem maar op. Want dat zijn allemaal dingen die plaats hebben gevonden vroeger als we kijken naar de economische geschiedenis. Vroeger handelden zelf mensen met stokken. Ja, als je een stok had vanuit een speciale boom, noem maar op. Je kon dat eigenlijk voor, ja, voor waarde laten inruilen. En wij zijn gemonopoliseerd. Waarom is dat zo? Omdat wij simpelweg onze zelfbeschikkingsrecht hebben toevertrouwd aan een instantie waarvan dat wij dachten dat zij eigenlijk goed bedoelen met ons. En ooit hadden ze ook een goede bedoeling. Ooit wisten wij de binnen- en uitwerking van onze overheid. En vroeger ging de Belastingdienst huis aan huis mensen gaan adviseren. Maar nu is het niet meer zo. Ik bedoel, veel mensen denken dat wij eigenlijk nu in de slimste tijdperk leven dat de rest. Nee, wij leven in het dwaze tijdperk, want wij zijn verdwaasd. Zelfs de mensen van 50 jaar geleden, hun IQ is minimum al 2 dan die van ons. En laat staan, de mensen die leefden in de 17e en de 16e eeuw, die mensen waren zo hoog geletterd. Ik bedoel, maar wij, omdat wij eigenlijk in een systeem zijn beland die eigenlijk zich richt op industrieel werkslaven, die enkel orders opvolgen, is het ook wel zo dat wij daar ook de resultaat van worden. Want wij hebben een overheid gekregen naar een beeld van datgene wat we zelf zijn geworden. En als wij vinden dat de overheid slecht is, dan moeten wij onszelf eerst gaan veranderen. Want de verandering begint binnenin en dat gaat naar buitenaf. Dus wees gewoon het voorbeeld. Laten we gewoon het voorbeeld zijn van de verandering dat we willen zien. En laten we gewoon ook onderling beginnen ondernemen. Like, laten we waarde ruilen met elkaar. Het moet niet altijd zijn geld, hè. Het moet niet altijd geld zijn. Als je weet dat iemand bijvoorbeeld schoen kan maken, maar die geen eten in zijn huis heeft. Als je weet bijvoorbeeld iemand die brood bakt, maar die heeft geen bloem. En jij bent een boer en je maalt bloem. Dus, bedoel... Want, allez, laten we gewoon het initiatief nemen om terug te gaan naar de vrijheid. Die vrijheid ga je niet krijgen
Die vrijheid moet je ook niet vragen. Die vrijheid heb je. Maar door de angst zijn wij nog altijd steeds beperkt. En het is eigenlijk over onze angsten dat we eigenlijk heen moeten, zeg maar. En zijn er hier voorlopig vragen? Heb jij vragen? Het zijn al slimme mensen die hier zitten. Nee, alleen. Het zijn al slimme mensen die. En dan moet toch gaan stoppen als ze dus sms'jes weer sturen naar mijn van. Het is de bedoeling dat de mensen ook... Wat dat eigenlijk op neerkomt is, we dat we allemaal terug naar onze eigen roots moeten gaan. En we zien elkaar, nu zijn we de mensen aan het wakker maken. Maar voor de mensen die denken dat we er vanaf zijn, moet je er maar vast. Binnen een paar weken gaan nog meer banken vallen. Nog meer winkels. De winkels... Oh, mijn spraak gebruikt zeg. Nog meer winkels zonder voedsel komen. In Frankrijk zijn ze goed bezig, hè? De mensen weten niet, ze zitten met miljoenen op straat die aan het vechten zijn voor onze vrijheid. Hè? Want de Belgen zien ze net niet. Ik zei het van de eerste tot de laatste. We zien alles al net niet. En eerst van België. De Duitsers gaan ook om een keer in de staart in trekken. Ze gaan ook naar de BRICS-landen gaan. De Nederlanders die gaan dan ook mee doen met een pedofiele netwerken. Dan. Maar de mensen staan gewoon niet stil bij de geschiedenis. Het is zelfs niemand die weet. Ik heb laatst ook een gesprek gehad met iemand die zei van de bunkers in Dunkerken. Maar ik zeg, jongens toch, zelfs de Nederlanders, het koninkhuis in Nederland en onze Belgisch koninkrijk is gevlucht in de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn gevlucht, de Duits als een Adolf, wat er maar over in, met 150 kilometer, en zijn bunkers en allemaal gebouwd. Is dat gebouwd in de Eerste Wereldoorlog? Het was er allemaal. Vanaf dag 1 was er. Zijn die nooit in schot gelost in België. De Fransen zijn binnengekomen. Adolf is overgekomen, ze zijn toch binnengekomen via de Polen. Ze zijn die 150 kilometer beton en bunkers. En iedereen had er nog aan gekeken, hé. Want het is geen die weet wie dat ze gezet heeft, hé. Ja, het is tot de rol van zelfs. En zo'n bunker, 150 kilometer lang, maak je niet in één dag, hé. Dus mensen, we gaan er naartoe. En we gaan naar dezelfde miserie gaan. En Europa moet er onderuit. Zo simpel is het. En alle BRICS-landen gaan rond Europa gaan. En ze gaan gewoon over Europa vliegen. De mensen die nu pezen, dat ze halen, hé. Ik kon nu mijn hand met mijn hart. He. Je mag 100 tussen op je rekeningen staan, je mag er 200 tussen staan, je mag zelfs 1 miljoen op je rekeningen staan. Je bent uitgelegd wie dat er achter de Federal Reserve Bank zit. Je geld is weg. Je geld is weg. Ze zijn nu al lichtjes al een beetje toegegeven in het nieuws dat de meeste mensen de centjes mogen halen. Als 3% van de bevolking achter hun geld had, kunnen ze zelfs niet betalen. Zijn de banken failliet. En voor hun is het een probleem, maar ze financieren alles. Iedere oorlog wordt gefinancierd. Het is dan van de naald, in de White House zijn allemaal Israël en ze weten naar Joden. Ja? In de White House zijn allemaal Joden. En zijn er, en zolang de Amerikaners de miserie oplossen in Israël en een paar Palestinië. Die mensen zijn er aan het vechten voor hun leven, vooral in de wereld. Like Erdogan ook, die aardbeving. Kent al gezegd hebben voor, het zit al veel olie onder de grond. Die contracten lopen nu ten einde. Ja? Erdogan zegt, die olie zit in Milan. Ik ga ervoor gaan. Die aardbeving zijn er. Kijk er naartoe, alles wordt voorspeld over rechterlijke aardbevingen. Normaal is er altijd een epicentrum. Ik zei dat dus keren, maar het nooit geweten met de aardbeving. De overstroming vul ik mee bezig. Ja. En de Amerikaner pijst dat het warm water te gaan in Tom Biden, maar ze spelen allemaal erin spelletje. En de laatste ook is in het parlement. Sorry, mijn stem is wat. Het is verven. Hè? Ja. Maar je zit type de verven, zeg. Ja. Maar ik zat met de deadline en moest mijn plafond spijten. Ik had geen masker. Dus ja, ik zei, ik heb in de corona ook en in de reek gewoon ook spijten zonder masker. Kan dat beter niet doen, maar hoogst wat. Wat dat het neerkomt, eerlijk, wat ik zei van Erdogan ook. Zelensky, heet er in het laatste parlement in Oostenrijk, heet je dan eens brood. De naad van het parlement is toch vertrapt. We zien dat niet in nieuws. Is het gewoon opgetrapt. Het is een Jeannette en een pedofiel die daar zit te commentaar te geven. Hoeveel miljarden dan er al naartoe gaan zijn naar Oekraïne. En gaat er nog al... Hallo? En gaat er nog altijd papenhuis die hebben in de Facebook een vlaggetje zijn van Oekraïne. Ons eigen volk zit hier nog altijd in Pip en Ster. Nog altijd in de koede. De stroom ligt nog altijd in de voort. Uit de moeite doet, pak je een auto. Het is een kleine 200 kilometer rieten naartoe. Wat dat petje nog altijd is, ik ken er geweest. De stroom zit er nog altijd in de voort, mensen. Nee? Maar we gaan miljarden als Zelensky sturen. Het is één pot nat. Ik kent al zeiden, al de mensen die er haalt, in de ronde tussen, wat ik heb willen neerkomen. Er komt een tijd, ja, en we zijn allemaal gelijk. Je mag met een dikke auto erin, een grote auto erin, tanden van de rit. We gaan allemaal in onze blote staan, nee? Ze mogen liggen. En we gaan tonnen kijken.
wie dat er allemaal wakker is bij heel de loop. Hey? Het wordt tijd, like wat ik zei, dat we terug allemaal respect hebben van elkaar. Dat een ene dus een gebeur helpt, doet de moeite voor een keer naar je gebeur te gaan. Ik heb mensen die boterham niet met mayonaise, die hun er helemaal opkleden en als ze thuis komen, de stutten liggen gekruld op tafel. Ja? Dat wil zeggen dat het brood ook wel minimum een week goed is. Maar als ze naar buiten gaan, is niemand die zit in de buitenwereld. We zijn nu zodanig met onze egootjes bezig en we zijn allemaal opeens om het beter te voelen dan niet. Maar we gaan nog hele moeilijke tijden en we gaan allemaal elkaar nodig hebben. En als je er nu 100 te staan, of 1000 euro, of geen 1 euro op je rekening, gaan we niet samenkomen. En ook, zijn het dan ook die zeggen, de moslims en de Turken en de Albanezen. Men er hier ook hebben bij ons, die mensen dan te meesten aan elkaar. En ze zijn allemaal niet gevaccineerd. Al die van Oekraïne, ze zijn docenten te maken dat er bij ons niet gevaccineerd zijn voor polio en al de rest. Maar die zijn niet gevaccineerd, komen naar hier, krijgen een volledige maand, soms 2000 tot 3000 euro te maanden. Ze krijgen alles gratis en ons eigen volk staat hier in de koede. En wat wordt dit? En het is dat als een hele verdeeldheid. En we gaan allemaal mond open doen. He. Hier in Vlaanderen in het 70% is gevaccineerd. Brussel 16%. Zijn er een paar maanden langer met de masker moeten lopen. Maar die lopen er niet van door de overheid. He. Het is gewoon de angst waar we moeten opstaan. Ik kan ook een voorbeeld geven. Hoeveel mensen hebben er al een keer bij stellen gestaan? Dat kwam gisteren ook te sprake aan tafel. He. Je bent bezig met je gsm. Oké, je moet niet bezig zijn met je gsm in de auto. Maar dat is nog heel simpel. Ja, nog heel simpel. Ik heb erooi. Die van hem ook erooi. Oh ja, zo. Sorry, maar met twee micro's klapt niet. Ja. Ik kan een simpel voorbeeld geven over machtsgebruik en over angst tegenover de politie. Heel simpel. Als je tegenhond wordt, je moet natuurlijk geen 250 rijden wat je moet 50 moet. Hé? Hoe je dan de snelheid. Maar hoeveel mensen zijn er niet die alle dagen een boete krijgen? Hé? Als je wordt 90, 92 of 97 gecorrigeerd. Maar wat ik wel een hele goeie vind, is dat je ook wat zegt van, als je tegenhond hebt je telefoon. Ja meneer, je wordt bezig, heb je telefoon. Heel simpel. Zeggen dat niet klopt. Dat ze een foto moeten zien. Ze gaan dat nooit kunnen voorleggen. Ze kunt niet doen. Ja meneer, waar heb je gsm bezig? Dat is goed, geloof je. Maar ik, onder voorwaarding neem ik een straf van. Maar ik geef niet toe dat ik die feiten pleeg. Ze kunt niet bewijzen. En niet omdat je op zijn motto zet, dat die een foto kan trekken, best heb je bezig. Je hordel niet aan. Zeg van, nee, ik wil een foto zien. Laat hen er verslag op maken. De politie gaat weten wat ze doen. Laat hen er verslag op schrijven. En laat hen er zeggen van dat je horde niet doet. Ze moeten kunnen aantonen. Dat is allemaal presumpties. In de rechtbank ook. Een presumptie. Je moet altijd jezelf kunnen aantonen. Geen miljoen tonen dat je niet schuldig bent. Like in de rechtbank ook. Moet ik niks bewijzen. Hinder zegt dat ik dat gedaan heb. Bewijs inder, toe inder met de bewijzen. En niet omgekeerd. Dus als je aan mijn telefoon aan het bellen en zo'n je teen. Heel simpel. Leg hem aan de kant. Ja meneer, moet ik de foto zien en toch de boete betalen? Ze kunt niet doen. Je moet natuurlijk niet bellen, maar ik wil maar zeggen, manier van angst. Gewoon heb je streep, je staat mak de rug rood. Het is niet omdat je een motto weet en een helm, maar je toch zijn oor zegt niet dat je daar met z'n zwoest. Moet je dat al niet betalen? Waar is onze vrijheid naartoe? He? Ik kan dan ook weer zeggen, je mag niet draadloos. Ik verstand dan ook. Er zit er heel veel aan het sms'en. Maar het gaat er gewoon over het punt. Dat niet iemand die op zijn mottootje doet met zijn zwaailuchtje zegt van, je nu, en nu onder de 80 euro. Wat je me mee bezig vindt? Hé, het zijn mensen die avond over 1300 euro en je moet 180 euro voor een fucking telefoontje. En zijn er gaan hem over ons, als ze op handicap plaatsen, dan over ons zetten ze de parkeer in de auto. Maar kunnen we er ook aan klagen, want ze zijn publieke dienaars. Hé? Voor door op terug te komen, ja, hé. Zijn er nog vragen anders, wat er niemand heeft vragen? Want ik zou kunnen bluffen, zeven, hé. Het is voor een goed doel. Dus bij deze, nog een keer, het is voor onze kinderen dat we doen. Het is voor de toekomst, de sociale zekerheid, daarvoor zijn we allemaal geregistreerd. Heb dat uitgelegd, hé, over de stad, waarom dat ze moeten registreren? Omdat ze ons dan in machten en toch kunnen ze met ons handelen. Zonder ons rijksregisternummer kunnen ze niks doen met ons. Ze hebben dat rijksregisternummer nodig. Paspoort in de microgolf. Dat is ook een feit, dat is ook een oplossing. Dus uiteindelijk kunnen ze niks doen zonder uw rijksregisternummer. Alles moet geregistreerd worden, maar we zijn allemaal firma's. En het wordt tijd dat we allemaal soeverein zijn. Ik en Daniel, we zitten al heel ver met nog een paar andere mensen. Ik ga geen namen noemen. Het is daarom dat ik ook zeg, het zijn nog zoveel mensen. Ik kan dat nu ook nog een keer doen. Ik kan nu een paar dagen alleen ook in Isenheim rondlopen. Verstond dat iedereen mij kan, ik kan niet iedereen. Het is nog dat ik zeg het tegen iedereen, brave jongen en juffrouw. Dat is voor een paar redenen. Omdat je er niet allemaal kunnen om doen. Dat is ten eerste.
En ten tweede, als ze me nooit pakken voor het een of het ander, gaan ze vragen wie was die? Ach, het was een brave jongen of het was een mooie juffrouw. Amin, gaan ze geen naam krijgen. Ik ga door tot het bittere einde en als het Daniel ook. We gaan maken dat we alles vrij krijgen, alle documenten van, qua soeverein. Stop met geld te geven aan mensen die er fortunen voor vragen. Ik heb al gehoord, 800, 900 euro. Mensen, stop ermee. Er is een hele zware papierhandel. Met de laatste ook met Daniel. Daniel, een beetje meer story. Je hebt ook 18 uur bezig geweest voor dat hier een beetje samen te stellen voor de mensen. Het is niet enkel met Common Law, onze identiteitskaart. Met de laatste ook weer 15 pakketten. Ja. 15 pakketten weer opgestuurd. Nee, 20. 20, ja. 20 pakketten. Opgestuurd voor wereldwijd. Ja. In Amerika staan ze veel verder. We gaan in mei gaan we ook naar Texas samen gaan doen. Naar Ron Gibson en Stark, noemt hij? David Strait. David Strait, zo. Je moet naartoe. Ik vertrek volgende week naar Paraguay. Ook nog een paar dingen gaan uitzoeken voor alle beetje info. We zijn er volop mee bezig en we gaan alles klaarmaken. Normaal nu binnen 30 dagen moeten we nu definitief nieuw zijn van onze 22 pakketten dat we aangetekend verstuurd en naar waar allemaal? Naar Amerika verstuurd geweest en ja, naar de staatssecretaris en naar een beetje de hoogste instantie eigenlijk van België, zeg maar. En ook het hoofd van de Belastingdienst. Ja, dus voor de mensen die het allemaal weten, het is, ze maken het zodanig moeilijk omdat de gewone mens er geen hoesten mee voor heeft. Nee. Het is zodanig veel documenten met alles erop en eraan dat je moet versturen voor volledig soeverein te zijn en een diplomatisch paspoort. We zien nog goed bezig. Er zijn nog een paar andere mensen die al een stapje verder gaan, die verder zitten. Dus en voor zodra dan we alles hebben, gaan we alles op het internet smitten. Wij het volk, we gaan het verdelen. Maar het probleem is gewoon dat de meeste mensen, het is zodanig moeilijk, het komt erop neer. Maar dat in mijn vorige film heb ik ook al gezegd van, het gaat zelfs over een dubbelpunt of een komma. En daarvoor nemen we onze Cynthia, die daar, alle puntjes en de kommatjes. Van één kommatje of een punt, komma verkeerd, en je zit verkeerd. En met klap nog maar een punt komen met je naam of met een koppeltekentje. Eén verkeerd en je zit er net versteed. En, zijn er één. En daarvoor maken ze het ook zo moeilijk. Maar we zijn er binnen. Het zijn meer en meer mensen die wakker worden. Ik heb ook gezegd in Amerika, ook door geweest naar Miami. Voordat de ontogen aan de astronauten ook op de morgen geweest zijn. Nu begint meer en meer naar buiten te komen. Als je kijkt naar onze Céline Dion, ze ziet er ook gezond uit nu. Ik had dat ook in mijn filmpjes gezegd. Ze ging naar België komen en er niet meer gezien. Ze is een beetje vermagerd. Ja, ik weet niet hoe dat komt. En een beetje uitgeleefd. Ze is jonger of een kek. En ja, ze ziet er stralend uit. We gaan eens wat. De waarheid komt altijd naar boven. Dus daar zijn we ook mee bezig. Wat word ik het nu aan het zeggen? We zitten in. Wat in? Nee, daarvoor. Over de puntkommetjes en de dingen. Dat allemaal zojuist moest zien. Dat ik ook zei, maar met Céline Dion ook, dat alles naar buiten komt. Dus meer en meer mensen komt er naar buiten. De media is nu ook al een beetje in de ster aan het internet, we gaan zien. Maar hoe je er maar vast. We gaan nog hele zware tijden, maar altijd positief. We gaan nog prachtige tijden. We gaan nog een jaar en half, twee jaar moeten hard strijden en allemaal samenkomen. En achter die jaar en half, twee jaar gaan er hele mooie tijden aan komen. Het is niet voor ons, maar het is voor onze kinderen. Dat ze niet met een QR-code op hun voorhoofd moeten naar school gaan en al de rest. Dus dat die telt. Daarvoor doe ik het ook voor de minnen. Dus het is wat dat is. En we gaan er sowieso raken tot het bittere einde. Zijn er anders nog vragen? Niks, hè? Niemand geen vragen nodig? Nee? Allee, we gaan het dan afronden zeker, hè? Dus, ja, dat is goed. Want Dani is ook mooi. Ik ga straks hier voor de mensen die weten nog een kleine 400 vierkante meters afspuiten met een maskertje bij deze. Dus sowieso de 14e gaan we de feestzaaltjes open doen. We gaan een vuifje geven voor alle wakkere mensen die me langskomen. We gaan ook, gaan ondertussen ook al reclame, we gaan een comedy show doen. Maar ik ga de datum nog vrijgeven van de week met niemand die een volledige comedy show gaat doen over de corona. Dat gaat wel de max zijn. We gaan geen 10 euro aan het vragen, we vragen 2 of 3 euro en dat is voor de artiest zelf. Dus de feestzaal gaan we kleine 200-300 man binnenlopen. Want dan onze eerste comedy night doen. Maar ik vind dan de meeste mensen een beetje meer mogen beginnen lachen in deze moeilijke tijden. Ja. Hey. Ze lopen normaal depressief. De zon gaat ook aanwezig zijn. Dus ik hoop voor alle mensen die de present was.
de presentatie. Merci Daniel. Presentatie willen, stuur een e-mailtje naar wijhetvolk369@gmail.com. Kun je het volledig krijgen. Als je vragen hebt, niet naar mij sturen. Stuur dat door naar een e-mailtje. En we gaan op uw mailtjes antwoorden. Verder van de rest ook zeggen mensen, laat je er niet doen door de politie. En de politie, voor jou ook, laat je er niet doen. Word een beetje slimmer op dat je zelf zit. Leg je er aantjes aan de kant. Sta aan de kant van het volk. Like omdat ze in Parijs al de brandweer ontvangen zien. En de politie. En vooral de Jeannette in België, je moet er niet mee inzetten. De Fransen van het tandje deuren geven. En de Hollanders van te komen. En Tom Hugo op u komen. En zeggen dat je zwaar gestreden hebt van zijn leven. Hey? Nog een kleine meegeven voor thuis uit. Ik ga niet zeggen wat erin staat, maar je moet maar zelf thuis de moeite doen om dat te gaan onderzoeken. Wat je ook altijd een beroep kunt opdoen als je geconfronteerd wordt met de politie, is een beroep doen op artikel 17 en 34 van de wet op politieambt. En ik ga niet zeggen wat erin staat. Doe uw huiswerk alsjeblieft. 17 en 34. Wet op politieambt. Ja. En indien dat u volledig zwak bent en u wordt tegengehouden zonder reden, zijn twee zaken dat u kunt zeggen. Eén is een vraag en andere is een eiste, zeg maar. De eerste is, ik doe een beroep op mijn zwijgrecht. En de andere is, toon mij het document van de procureur des koning die u bemachtigt om op dit moment in die plaats of die zone controle uit te voeren. Het zijn met door medische testen, want speekseltest of blaastest is een medisch test en ze moeten ook in bezit zijn van een medisch attest om dat te doen. Ja. Iedere controle moeten de documenten voorleggen. Ik verstand, het is allemaal een miserie. Als je ze ziet staan, ach, ze zien dat weer. Hè. Er is flukkers, stukjes daar. Maar je blijft rustig. Maar blijf rustig. Ja. Zet je in de auto. En vraag de documenten. En vraag naar de oversteen. En alles opnemen. Telefoonsticker, doet de moeite. Ja. En ze gaan je eruit halen. En vraag dan op de volgende. En vraag de documenten. Ze kunnen niks voorleggen. Dus dat want zit allemaal bedrijven. Ja? Alle bedrijven moeten draaien. En de politie is er nu de dag van vandaag nog. Voor de mensen te beboeten. Waarom al die camera's? Ik zeg het is belachelijk. Twee, ik heb laatst ook gehad. Onder de 21. Mocht 120 heen. En was gecorrigeerd op 121. What the fuck zijn we mee bezig, jongens? Ja, gecorrigeerd, 121 voor die... Hey, waar is de mensen? Dat is niet meer, dat is system op pakken voor te pakken, hé. Dus dat we, ik verstand dat het last is, hé, maar... Hoe moet ik het wel zeggen, hé? Het is spannend, had ik de strijd aan? Vraag de nodige document. En als je toch tegenom, dan zit je door een half uur drie kart, laat ze doen, en je gaat zien, hoe raar dat ook klinkt, dat we minder stonden, we minder zijn de macht. Kent al zei, in de rechtbank, weig het kroontje. De eerste keer dat ik naar de rechtbank, oh nee, ik kon dat ook eigenlijk toch, stond ik ook te spinnen en te beven. Ja, ik kon naar de rechter en we gaan hier kijken naar wat. Maar vent toch, achter 5 minuten, ik zie naar buiten en ik zeg, wat de fuck is er hier gebeurd? Maar het is zo, hé. Ah ja, het mag niet vloeken. Dus, wat de velo. Dus het mag niet vloeken voor op YouTube, anders vlieg je eraf. Maar ik wil maar gewoon maar zeggen, als ik als simpele duve vanuit de Kingsclub de eerste keer naar de rechtbank gaan en dat ze me niet binnenlaten. En dat was de klucht met de maskertjes. Hé. De vrijdag was het maskerplicht en de maandag weer het afgeschaft. En ik mocht de vrijdag niet binnen. Ze zei dat ik er niet wist en we waren met 40, 50 man in de rechtbank. Die politie kent ze allemaal van de recherche. Maar zelfs iemand die van de recherche hier altijd met terrassen zat. Die de hele zomer kon vragen wat dat ik doen. Op naar Oostende ging en ik ging naar Oostende voor een wandeltocht voor een beetje bij wakkere mensen. Direct een drone in de lucht en het zegt de politie aan de recherche nevens me. Wie zie ik? En uit dan in de rechtbank binnenkomen en ziet de mensen daar staan. Ik kan nog eens eten in de een. Ja, hij de vroeg nog de loon. Ja, ik zei, ik kon dan een beetje vroeger stoppen. Maar de mensen, ze zien ook, zijn er al veel gestopt. Het zijn er al veel van de politie die gestopt zijn. He. En wat dan verder nog bij de politie, jonge hartjes die hoesten voor te knuppelen, die niet weten wat dat ze doen. Het eerste dat ze kunnen doen, is in de duimpjes erachter steken en in de naam. Dat is het eerste dat ze kunnen. En geef ook mee dat we mensen hebben van de overheid, die verworpen zijn door de overheid en die ook op. Ja, ja. Dus ze stonden maar. En toen uiteindelijk in de rotstuk de dingen was, omdat we toen ook gezegd hadden dat we niet binnen mochten in Brugge. En we toen samen beslist voor alleen naar de rechtbank in Gent te gaan. We zijn alleen naar binnen gekomen, zonder entourage, om ze ook niet de macht te geven. Want als onze veerlijke ook in Dendermonde was,
En we ook naartoe gaan. Ik heb dan ook een oproep gedaan om naar daar te gaan, er een hart onder de riem te steken. De politie kwam direct naar mij. En hij zei, een organisator hier. En hij moet, ik zei, ik heb niks georganiseerd. En ze stonden met politiehonden en met in de rechtbank voor Veerletje voor haar rechtszaak. Maar ik zeg, de clue was in Gent. De politie, het waren met drie in die patrouille, het was één die voorliep. Ik ga geen naam noemen, maar zonder nu ook al niet, maar het is een beetje langer. En de eerste zegt hij, minna zo stil, ah, de Hans. En de andere twee, met een verdummeke, dat is al niet meer voor mij. Het was in mijn binnenwand in de rechtbank, hé. Die griffier wist al niet wat dat was. En toen die twee die allemaal, die de tv-serie maken van de rechtbank, die achterhoek hebben er laptop staan. Om een zin van Daniel mocht mee als getuige, dat ik dan zei van ja, is die ze wel, is het, ja, maar om maar zo begint de eerste rechterweg, de twin, en de twin trok dan een derde mee. En toen stond er een keer, en ik vond ze ook verbaasd, ik had me er ook heb voorbereid. En toen keek ik naar Daniel, hij zei van, ja, nog een beetje wachten. En toen nog een beetje wachten, mijn herten nog 380, ik zei ja, goed, nog een beetje wachten. En zei, nu gaan we het zeggen. En toen heb ik opgestaan, heb ik de griffie die de boekhouder is, toen het eigenlijk gezegd van, nu mag deze zaak geschikt worden. De procureur zat al, want die wet van tut nog boos, met zoet hem als een zak aanvullen. Dus die andere drie, en bewust opgetrapt, want anders doen ze mee aan criminele feiten. En die Guy Billiot, van Dusker zijn namen zijn, die procureur die meneer de straffen uitgesproken heeft van 16 dagen gevangenisstraffen en 6 uur boete, en me ook gedagvaard om in Gent aanwezig te zijn, die was niet aanwezig. Dus die drie rechters, het zijn al geen rechters, want het zijn mijn voorzitter, want de meeste rechters hebben ondertussen al hun ontslag gepakt of zijn er uitgestapt omdat ze weten hoe dat systeem in elkaar zit. Maar hier ook ondertussen al mensen die contacten pakten met ons, die meestal zijn diplomaten die al contacten pakten met ons, die ook uit het systeem gestapt zijn en die allemaal willen meewerken aan het systeem. Maar geleidelijk aan zijn we er. En hij staat er mini, gaan er nog 10 rechters worden. Verstaat? Dus en dat je dan dan ziet dat ik 3 rechters kan doen of trappen en dan zeggen, nu mag de zaak geschikt worden. En ben ons omgedraaid, ik ken dan nog degene die van de rechtbank, voor te zeggen van mensen, en hinder moeten worden iets leven. En zijn mond was nog niet toe, want er was een keer op zijn laptop, wat zie ik hier voor me staan. En toen zei, het is daarom mensen, houdt allemaal de strijd aan, doet allemaal je onderzoek. Het is nuttig, het is nu voor nu niet, maar binnen 3 of 4 maanden ga je het zeker worden en zeker binnen 6 maanden. Want nu gaan we de zomer nog meepakken, je gaat dat zien. De patatenboer ook, die heeft ook al een heel systeem. Nu gaan de friteuren nog een beetje meedraaien. Alles wordt 30-40% duurder tegen juni, juli, je gaat wel zien. En toen gaan we allemaal, en toch is de kraan volledig toedraaien. En dat is onder gemak, want ze hebben ons zot verklaard 2 jaar en afleen. Want de Federal Reserve en de Rothschild, de DNT. Ja. En minder zijn allemaal voor de vooruit. En het is daarom, het is een langzaam systeem. En geleidelijk aan, beetje per beetje, gaan ze alles afpakken van ons. En we gaan om een keer allemaal in onze bloed staan en zeggen, wat is er gebeurd? En als we nu niet hebben staan, binnen 6 maanden, gaan er veel rarekie. En daarvoor doen we het. Hé. En hopen dat er nu al veel meer mensen aan, en dat je de moeite doet voor in plaats van een familie te kijken en alles op één. Leer de grondwet. Pakt de, stuur de mailtje, lees het, doe je een eigen onderzoek. Het is spannend, je hebt veel tegenkomen, je hebt veel rare dingen tegenkomen ook. We moeten nog niet beginnen over de kindermassa's en de moord en heel de Rutte met uit, daar gaan we nog niet over beginnen. Want anders was het ook heel zot gekomen. Maar dat gaat allemaal wel uitkomen met de tijd. Hé. We gaan eerst beginnen met dat, dat we allemaal opstaan, dat we allemaal gelukkig zijn en dat we kunnen strijden voor het doel en dat we nog een toekomst kunnen geven aan de kinderen die achterkomen voor ons. Hé. Goed, en als er geen vragen meer zijn, gaan we het ook stoppen, moet je nog iets zeggen? Heb je nog een vraagje voor mij? Nee. Zit. En samen sterk. Hé? Zie je een wit, heel groen, zwart, paars, I don't care. Zijn er ook mee zeggen, ja, je zegt die het is zwart. Nou, maar het is zwart en wit. Ja, wacht. Daarom wil ik nog iets aan toevoegen. Ja. Racisme is een bewust gecreëerd concept die heerst tussen de armen. Racisme heerst enkel tussen de armen, niet tussen de rijken. Wie heeft het woord racisme uitgevonden? Oh, dat is een goede vraag. Daar moet ik een keer gaan onderzoeken, want daar heb ik nog niet bij stilgestaan. En we gaan het onderzoeken, hè, man, dat doen? Ja. Ja. Maar ik weet wel van waar dat ze het woord neger vandaan halen. Een neger is een uitgegroeide, meer etende diersoort. Met een lange snuit en met een hele lange tong.
En dat kan je nog terugvinden hoor. De laatste foto van hem, dier werd getrokken, ik geloof, in de late 16e eeuw. En dat was een beest dat noemde een neger. Hij was like je kunt dat vergelijken met een soort kangoeroe-achtig. Ja. Maar dat kan misschien wel de volgende presentatie dan aan te sprake komen, zeg maar. Ik ga anders een hele goede tip geven, omdat ik ook... er is ook een hele goede comedian, Ralphie May. Moet je opzoeken. Ralphie May. Die vent weegt 160 kilo, is ondertussen ook al gestorven. En je heeft een hele mooie uitleg. Het is al comedy, hè? Je lacht aan de vrouwen ook een beetje over alles. Maar ik lacht, is een comedy, zeg je het ook wel. Want de meeste zeggen, African-American of Mexican-American of dit. In Amerika zien niet mensen die door zwarte mensen die door geboren zijn, ja, maar African-American. Maar ze zijn nog nooit in Afrika geweest. Ja, maar het is zo, hè? Mexican. Ja? Of de meeste zeggen, het is zijn ogen staan als wat, het is een Chinees. Maar het kan van iedereen zijn. Hè? Het is daarom dat ze zeggen, in Amerika is dat ook al begonnen. I'm an African-American. Of Mexican of Latino-American. En ze zijn allemaal geboren in Amerika. Maar ze gaan allemaal terug naar de China. En daar zit ook weer de wrang, hè? Want ze gebruiken de slavernij van vroeger om hun zelf weer van het slachtoffer rolken. Maar uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde. Om een snie, hè? Zijn we allemaal hetzelfde. En om onze DNA pakken, hè? En we allemaal het DNA van iedereen. Nee, want ze zijn zelfs hele zware racisten die bij de koekoeksklan zaten. En ze hebben dan een test gedaan van hun DNA. En dan deden dan 9 bloed zetten en dat allemaal is het, hè? Verstaan je? Hij was afkomstig van Zuid-Afrika, wat zat allemaal in zijn DNA, kan je allemaal terugvinden. Ja. Dus het is zo, hé. Mensen gewoon, maar het is gewoon de opvoedingen. En het is de opvoedingen dat we moeten meegeven met onze kinderen nu, dat we niet naar dat corrupt systeem gaan. Het gaat toch vallen, want wordt dit allemaal onze jongens weer zelf opleren. Hé. En niet door een ander spelletje. Ook ik vroeger, het was misdien, moest maar één keer kijken naar mijn vader. En ik wist nog wat dat was. De sluffer ging af. En ook s'avonds zat ik al in een drooitap, heb de derde nog aan met mijn enkels. Maar nu... De jeugd, ze zijn 8, 9 jaar en zien er zeggen in het restaurant wat dat er gebeurt. He. Zien er zeggen maar op de PlayStation en ze kunnen zelf niks. Ja? Hoeveel, het is cru dat ik het zeg, maar hoeveel vrouwen kunnen er nog één reet doen? De oude keuken gaat eruit. He. Ja, maar het is zo. Hoeveel kunnen er nog, ik ken er nog mensen hadden voor de kleine diepvries spaghetti en diepvries lasagne. Ja? Ik heb die last over gehad in de keuken in de Groene Poorten, dus ook rode kool klaar, ze trekken de blik op. Moet je daarvoor naar de koksschool gaan in de Groene Poorten? Ja, maar het is zo, hé. Ja, maar je lacht ermee, maar het is zo, hé. Ze willen allemaal hier naar Spermali gaan. Allemaal naar Spermali. Voor de dikke nekkentang dat ze Spermali gedaan. Als de naald van Kutverdomme geen nee kopen. Ja, met dessertwijn, maar ze hier een gehad allemaal. Dessertwijn. Jongens toch, wat de fuck vindt. Oh man, hier. Maar ja, dat zijn dan de jongens van scholen. Ze zijn spermalen gedaan en ze komt dan één dag in je keuken hier werken. Goh, die patat weeg je wel een beetje zwaar. Hij moet 10 uur werken. Hé. En mijn laatste hier een clipje ook getoond. Op mijn telefoon staat erop. Wat was het? Ik kon de snoot kijken voor de link eronder zijn. Een madame die een workaholic was. Hé. Ja, ze werkte van 9 tot 5 uur en ze vond dat ze een workaholic was. Ja, en ik kan doorlopend werken, van ik kom op 9 uur op mijn werk en ik kan doorwerken tot 17 uur. Ah joh, chapeau. Ze noemde haar workaholic. Hé? Ik weet niet wat ik begin en dat ik vanavond zal stoppen, maar... Oké, voor een boos al gewerkt, ga ik zeggen, moet ik dubbele shift doen. Maar verstuigen we dat allemaal in... Allee, en dat de media dat ook naar buiten brengt. De dommigheid dat ze de media zeggen, oh jongens toch. En nog een keer het laatste. Achter 20 jaar een burn-out. Ja, maar ik kan ook een burn-out hebben in een week. Om eventjes terug te komen op het archeologische rasgeschiedenis waar we hier over hadden. Mensen die interesse hebben en willen de rationele geschiedenis van de mensen volgen. Er zijn heel veel archeologen die hun werk niet mag publiek gesteld worden. En zij zetten al hun werken op www.realhistory.com. Nog een keer. www.realhistory.com. Daar gaan zij zelf 60.000 jaar archeologisch terug. Heel veel waarheden mag niet het daglicht zien. En ook heel interessant archeoloog om te volgen is Michael Tellinger.
Michael Tellinger. Ja? En dat zijn wij rond, hè, maar niet zo rond als VTM. Ja. Ja, dat is ook wel. Dus, we zijn rond. Goed, niemand nog een vraag had hadden? Niemand meer? Geen vragen meer? Nee? Goed, bij deze mensen, voor de mensen thuis, bedankt voor het kijken. Je kunt niet zien of jullie andere keten en het wat. En ook nog wat, ik kon niet zeggen, I don't care. Ik vind het wel tof dat je allemaal kijkt. Maar ik leg er niet wakker van. Alle commentaren van mijn stalkertjes, of we noemen ze door, onze... onze trollekes, ja. Gezellige avond, jongens. Het was weer leuk. De comedy show met Hans. Het is wat het is. Tot de volgende keer terug. Je stoeltje, je laptopje en dat je bloed door 300 taart had. I don't care. Het is wat dat is. Dus bij deze, aan alle mensen die doen, deel de filmpjes, vertel het door, maak de mensen wakker. We gaan ons beste doen. Ook voor de mensen die hier jaren niet binnen geweest zijn. Je mag altijd welkom zijn. We gaan u nog altijd steunen. Het verschil tussen jullie en ons is dat wij jullie nog altijd zullen helpen, alhoewel je ons 2,5 jaar uitgescheten hebt voor alle wat dat mooi, lelijk en dun is. We zitten hier nog altijd. De hartaanvalletjes komen er nog altijd. De bloedklontertjes zijn er ook nog altijd door de corona. Het is allemaal tof. En bij deze gaan we verder jullie steunen om in de lichaam te zuiveren. En gaan we maken dat het allemaal goed komt. En ja, bij deze, laat het niet aan je de raar te komen. Ik ging nog wat zeggen. Hè. Wacht, wat was er top van mijn tongen? I'm not in your head. Adem. Ik ging zeggen, want kijk jongens, we doen sowieso verder. We hebben er geen probleem mee. En ik ga nu ook weer voorspellingen doen. Het is sowieso gebeurd. De mensen die nu denken, iedereen in Oletween die problemen heeft met hartklontertjes, stop het met te zeggen van men er hier ook van. Ja, ik heb ook iemand, zelfs met een garagist, kan hem een week en al proberen te bereiken voor een trekhak op een auto te steken. Hij heeft ook een week en al weggezeten. Hij had 3 klonters in zijn achterhoofd en de rechterkant van zijn hersen zijn volledig getoucheerd. De dokter zegt effectief dat van de vaccinatie is. Maar dat zijn linkerkant nu zijn gaat overnemen, omdat je terug diepte zegt, die mensen, het komt van de vaccinatie. Doe je er onderzoek, het komt ervan, ze gaan het niet wegsteken. En doe je er nu maar vast, er zijn zoveel jaar alleen zoveel miljard bodybags besteld. Maar gaan ze nodig hebben. Tegen het eind van het jaar gaat er nog 1,5 miljard sterven. En verkloor je mij maar zat. De cijfers zoals ze nu niet naar buiten brengen, maar het is zo. Geleidelijk aan gaan ze verdwijnen. Maar gezegd tussen de 2 en de 5 jaar gaan het sterven wat langzamerhand. Maar zijn tijd, de Rothschilds en iedereen verdwijnt. Dus ik ben een benieuwd hoe dat is. Hoe die er allemaal sterk stop met spelen. Ja, die dingetjes te pakken, dat is mijn prioriteit. Voor de kinderen ook. Stop met in de scholen te gaan over die pedofiele netwerken en over transgenders. Dat is een schande. Zelfs op de kermessen verkopen ze nu al grote penissen. Voor knuffeldiertjes, voor kinders. Ik heb niks tegen de kermishandelaars. Het zijn toffe mensen, ze werken er ook. Maar als kermishandelaar uit de kermessen een plastieke penis of een knuffel heeft voor een kind van 5, 6, 7 jaar, het is een schande. Ze dus moeten die kraam in branden steken. Als er eerste mensen zien, worden er filmpjes van gemaakt. Ik vind het zo. Het zijn andere spelletjes nog dan we kunnen aan onze kinders in plaats van een plastieke penis in stijve toestand zelfs. Dus het is er volledig over. Hey. En onze kinderen gaan we anders zelf opvoeden en het wordt dit dat allemaal veranderd. Ja. Bij deze iedereen een gezellige avond. Ik ga afronden, ik ga mijn andere kleren aan doen. Ik ga nog een beetje gaan spuiten met mijn verven, mijn zonnetje maar eten. En we horen elkaar wel de volgende keer. Bye bye. En tot.